dat Wilhelmus. Dat zal ik je uitleggen. Het Wilhelmus weerspiegelt de tweestrijd en de opstand in de Nederlanden. Aan de ene kant is Willem trouw aan de koning van Spanje. Maar aan de andere kant zegt zijn geweten dat hij trouw moet blijven aan Nederland. Omdat Willem van Oranje vogelvrij was verklaard, waren er veel mensen die hem wilden vermoorden. Er stond een grote geldsom op zijn hoofd. De middag dat Willem van Oranje vermoord werd door Baltzar Gerards, lunchte hij met Rombertus van Uilenburg. Ze waren toen in het Prinsenhof in Delft. Baltzar Gerards deed zich voor als een Frans protestant. Ah, ik tik hem dus zo tegen zijn jasje aan. Hij begint van, ik zeg, kom dan!